Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Rizy. Het is alweer een lang tijdje geleden dat ik hier weer op jullie beeldscherm of op jullie telefoon of weet ik veel wat te zien ben. Het is een week of zo geleden en vandaag is het eindelijk tijd voor de pack opening van Team of the Season. Want jongens, wat is het een tijdje geleden dat we nog een pack opening hebben gedaan. Hier zit ik nog in deze setup, maar ik ben proberen te werken aan een nieuwe setup voor de FIFA video's. Want zoals jullie weten, mijn pack openings doe ik op een remote play. En ik hoop dat remote play nu een beetje mee gaat werken. Want anders dan is er veel vertraging bij mijn reactie in het pakje. En dat is natuurlijk niet leuk om naar te kijken. Ik heb veel pakjes gespaard voor Team of the Season. Op dit moment is de Team of the Season van La Liga net 1 uurtje uit. En die van Premier League is nog 1 dagje in de shop. Dus ik denk van waarom de pakjes nu niet openen. Ik heb genoeg pakjes om hopelijk een Team of the Season te pakken. Op het einde van deze video zien jullie ook nog 2 clipjes van mij dat ik een Team of the Season heb gepakt. Want ik heb al 2 Team of the Seasons gepakt. En ik zeg het jullie, het zijn heel goede spelers. Dus kijk zeker de video af. En als we even naar de pakjes gaan kijken, dan denk ik dat we toch maar even met de slechtste beginnen. En dat is gewoon een gold pack. Hopelijk krijgen we een Team of the Season. En ik weet dat het moeilijk is om een Team of the Season te pakken. Maar het kan altijd. Eerst pakje hebben we niet veel goeds. Eigenlijk helemaal niks goed. Behalve een paar contractjes en een chemistry style. En zo gaan we op naar het volgende pakje. Ik denk dat ik als volgende pakje direct een gold players pack ga doen. 1 rare. Het kan natuurlijk zijn dat we ook een team of the week krijgen. Een informpje. En volgens mij hebben we borden inderdaad. We borden Frans, Sennermiet. En het is... Oh mijn god! Wat? Wat? Oh mijn god, man. Wat? Oh mijn god, in zijn Man City kit. In de Man City kit. Wat ziet hij er lekker uit. Wat? De... Waarom heeft hij geen Team of the Season? Als het zo gaat beginnen, ja jongens, voor mij goed hoor. Voor mij goed, Paultje Pogba. Gaan we gewoon in de club houden. I am the packing man. Let's go, op naar het volgende pakje. Het volgende pakje gaan we een 2 rare players pack doen. Deze is volgens mij van SBC. We krijgen geen borden en geen borden gaan we gewoon skippen. Zoals altijd. Tot nu toe hebben we al heel erg veel geluk gehad. Ik hoop echt dat er nog iets kan bijkomen. Team of the Season of zo zou altijd mooi meegepikt zijn. Maar we moeten natuurlijk niet te veel vragen. Ik heb ook 2 Premier League Premium SBC pakjes gedaan. Waar we hopelijk iets goed uit krijgen. En daarom doe ik die nu. Omdat je daarna Team of the Season Premier League kunt uitkrijgen. Als tweede gaan we weer een Team of the Season, een small rare gold player pakje doen. Krijgen we 5 rares, hopelijk krijgen we borden. En we krijgen borden, is nice. Nog een keer Pogba, kan me helemaal niks uitmaken, het is Toprak. Oké, niet al te best, maar weet je, is 84. Kan lekker mee, nog een 83 erbij, is top. En dan heb ik nog 2 2 players pakjes en hopelijk... Krijgen we borden? Hier krijgen we geen borden uit. Skippen we gewoon, jongens. Team of the Season. Hype in de chat. Het is natuurlijk geen chat hier, maar het voelt gewoon om terug te zijn met een leuke pack openingetje. Ik heb al Pogba. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Het enige wat ik kan zeggen is gewoon dat ik het jammer vind dat geen Team of the Season is. Want anders hadden we misschien wel, wie weet, een Team of the Seasontje gepakt. We krijgen hier geen bordjes uit. De 2 players packjes zijn nu op en nu kunnen we verder gaan naar de Premier League Players Packs of de Premium Gold Players Packs. Ik denk dat we er zo even eentje gaan doen. Een Premium Gold Player Packje. Come on, EA. Geef me alsjeblieft iets goed. Alsjeblieft, EA. We krijgen geen borden. Jumbo Premium Gold Pack nu aan de beurt. En dan gaan we kijken wat er in het pakje zit. Weer al niks. Het is altijd zo bij mij gepakt. Er is 1 hoogtepunt. En dan ineens niet meer goede spelers. Maar natuurlijk kan dat ons de pret niet bederven. Hopelijk pakken we nog een spelertje. Ik zeg het de hele tijd, omdat ik niet weet wat ik moet zeggen. Omdat ik echt blij ben, jongens. Zet alsjeblieft een duimpje omhoog. Alsjeblieft, jongens. Doe het voor mij. De volgende Jumbo Premium Gold Packje. En... We hebben weer geen borden. Kom aan, alsjeblieft. Geef ons nog een keertje borden. Of misschien wel, wie weet, een Team of the Season. We hebben nu... weer niks best. Met nog 7 packjes te gaan, hoop ik alsjeblieft nog... Op een goede dat we deze pack opening echt nice kunnen afsluiten. We hebben weer geen borden. Kom aan, alsjeblieft. Ik wil gewoon een paar bordjes. Jongens, hier ben ik toch niks mee. Dan hebben we hier een mega pack. 18 rares. Hier moet toch wel borden in zitten. Kom aan, alsjeblieft. Yes, we hebben weer borden.
lekker weer tijd om te gaan roepen. We hebben Spaans goalkeeper en het is niet De Gea, want De Gea is Timon Season. Dus eigenlijk niet meer veel goed als Spaanse goalkeeper. We hebben wel Nelson Semedo, lekker Barça-spelertje. Geen Team of the Season, jammer genoeg. De Premium Gold Players Pack. De Premier League Packs ga ik denk ik op het laatste houden. Want daar is er nog een iets grotere kans dat we iets goed uitspekken. Hoop ik toch. Mijn camera is bijna plat, dus ik moet echt gaan voortdoen. Hier hebben we alleen maar spelertjes. Goed voor SBC's. Maar voor de mensen, opa, we hebben weer borden. Nu begint het weer lekker te gaan. Kom aan, alsjeblieft. Spaans, Senderweg en Napoli. Raul Albiol. Geen Sergio Ramos, want die is volgens mij ook Timon Season. Voor de mensen die wilden weten, ik ben over het laatst naar Wembley gegaan. Trouwens, gisteren eigenlijk, want ik ben net terug van mijn Londenreis. Ik heb niks gevlogd, want ja, ik weet, weer al borden. Oh, jongens, ik heb een paar dingen gekocht en die ga ik jullie tonen. Is het Marek Hamšík? Is het Handanovic? Nice. 88 rated. What? Sinds wanneer is er muziek bij de walkouts? Dat is echt raar, jongens. Rond de 30k gaan we terug op de transferlijst zetten. En hem gaan we ook op de transferlijst zetten. Deze spelertjes in de club. En wat ik dus aan het zeggen was, is dat ik naar Wembley ben geweest. Ik heb hier een bandje van Wembley. En hier heb ik er nog een. En als je mijn pack wilt openen, dank u wel. En ik heb ook nog iets anders gekocht, maar dat ga ik nog niet tonen in de video. We krijgen geen borden uit de Premier League pack. Is toch wel even balen, jongens. Is wel even balen. Serge Aurier als beste. Allemaal Premier League spelers. En natuurlijk niet tradable. Laatste Premier League players pack voor dit stuk van de video. Als er nog een stuk achter komt, dan wil ik jullie zeggen dat we nu borden hebben. We hebben borden. Geen Team of the Season. Jammer genoeg. Duits. Senermiet. En Ilkay Gundogan. Die had ik al. Moet ik hem nu discarden? Of? Volgens mij moet ik hem discarden. Pijn aan mijn hart. Maar hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Geniet nog van de twee Team of the Season die ik hierna pek. Bedankt voor het kijken. Doe alvast een blauw duimpje omhoog voor meer pack openings. Laat weten wat je ervan vond. En dan hoop ik dat ik jullie kan zien in de volgende video. En dan ga ik mij hier mooi opzij zetten. Voor hier aan jullie nog een paar video's mee te delen. Jullie kunnen hierop klikken. Ik was even uit het beeld. Hier is ook mijn hoofdje. En dan hoop ik dat jullie nu klikken. En ja, er is nog altijd tijd om te klikken. En oké, dag.